Waar is, ik moet wachten op dat belletje. En wanneer dat belletje is, eindelijk mijn scooter klaar. Ja! Vandaag is de grootste dag dat we mijn scooter gaan ophalen, want hij is klaar. Oh jawel, ik heb er zo zin in, dames en heren, om hem nu zo meteen op te halen. In ieder geval, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Kleine Roos en dit zijn weer Kleine Momenten. En deze video gaat weer lekker van start. Ik kan oprecht niet wachten tot mijn scooter klaar is. Ik moet wachten op dat belletje. En wanneer dat belletje is, eindelijk mijn scooter klaar. Ja, oprecht kan ik niet wachten. Ik heb er zo zin in, dames en heren, dat mijn scooter zo meteen klaar is. Ja. Ik kan niet wachten. Nee, ik kan niet wachten. Tuurlijk ben ik net zo zenuwachtig als jullie. Zoals jullie net ook zagen, een beetje gekkigheid. Hoort er natuurlijk bij, omdat ik gewoon puur heel zenuwachtig ben hoe mijn scooter natuurlijk eruit komt te zien. Ik heb de kleur trouwens maar 2 seconden gezien. Daarna moest ik de scootergarage verlaten. Oprecht, ik vind het best wel kut eigenlijk dat ik dat moest doen. Ik heb mijn scooter natuurlijk achtergelaten. Ik weet wel, het kost een plaatje. Het is natuurlijk een prijsje. Maar ik krijg er inderdaad echt iets moois voor terug. Nu ga ik even een hapje eten en daarna gaan we hem ophalen en dan horen jullie meer. Onderweg, scooter halen. Wow, hij is super dik, dames en heren. Wow, ik zie hem dan shinen. We gaan rijden. Echt weer merken dat het winter begint te worden. Want ik heb het echt super koud, dames en heren. Echt niet normaal. Ik ga even een warm douche pakken, denk ik. Maar ja, oprecht is het ook wel logisch dat ik het koud begin te krijgen. Want ik loop nog in een t-shirt. Ja, dit is al onze lekkere eten. Maar ik heb het wel heel erg koud. Dus ik ga zo meteen wel. Nog steeds. Oprecht. Nog steeds. Even een lekker douche pakken. Want dat moet nog steeds gebeuren. En dan zeg je nou 3 keer nog steeds. Dat klopt, schat, dat ik dat nog steeds zei. Hier, nog een keer. Ja, ik zie er je moeder wel van. Kilpijn, hè, besef. Hè? Kilpijn. Oh, dat is niet zo fijn.
Moet mijn schoenen nog even uitdoen. Ik heb echt zin om te gaan douchen. Dat ga ik ook echt doen. Laat even weten wat jullie van de scooter vinden. Hoe die nu is of hoe die toen was. Laat even weten in de reacties. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ben heel blij dat mijn scooter weer terug is. Echt, ik meen het. En hij ziet er echt heel mooi uit. Dat is één ding wat zeker is. En daar moet ik er natuurlijk ook nog wel een beetje zuinig op zijn natuurlijk. Hè? Maar dat gaat zeker wel goed komen. Lekker weer fris en fruitig, dames en heren. Lekker schoon, altijd lekker. Ik moet de remhendels moet ik nog zeg maar veranderen. En mijn windschermpje moet nog veranderd worden. Er zijn de enige twee details wat ik nog wil veranderen aan mijn scooter. In ieder geval even kijken hoe laat het is. Dat is ook belangrijk. Ach, is dat weer zo laat. Nou, in ieder geval, vonden jullie deze video leuk? Vergeet dan zeker niet die dikke duimpjes omhoog. Je kent het wel. Vergeet niet te abonneren. Vergeet geen reactie achter te laten. En dan zeg ik tot snel naar de volgende video. Peace out. Later en ciao. Tot zondag.